Welkom dames en heren bij weer een nieuwe video van mij met mijn PSV Career Mode. Volgens het patroon zou ik nu normaal gesproken AS Roma uploaden. Maar ik had gewoon zin om met PSV te spelen, het is een erg leuk en jong team. AS Roma is ook een heel leuk team hoor, daar niet van. Maar ik had gewoon zin om met PSV te spelen. Ik speelde de afgelopen dagen sowieso niet heel veel FIFA. Ik ben meer met Assassin's Creed bezig de afgelopen tijd. En aangezien ik live commentary, geluid en dergelijke heb gefixt. Als mensen daar een playthrough van willen zien van de Assassin's Creed, dan hoor ik het wel. Maar waar ik het over wilde hebben is de video die ik wil uploaden. Waarbij ik voor de lol de eisen stelde van hij moet 500 likes krijgen en een dagelijkse D-uitnodiging. 500 likes, ja dat is absurd natuurlijk. Het gaat nooit lukken. Ik heb niet eens 1000 subs. Dus zou gewoon meer dan de helft van de mensen die op mij gesubt zijn moeten stemmen. Dat zou best wel zou crazy zijn. Maar in ieder geval, over de dagelijkse D. Ik denk niet dat ik een inzending ga sturen. Want ik ben sowieso, ja, qua FIFA zit je nu al bijna in je plafond. Ja, ook Joris is een uitzondering, maar ja, die doet ook kot erbij. En dan heb je nog Mark, maar Mark is ook een uitzondering. Mark is de beste career mode uploader binnen Nederland. En voor de rest heb ik zoiets van, als ze me echt willen dat ik daar upload, dan komen ze er zelf wel mee. Weet je, als er dusdanig veel mensen zijn die mij kijken, die echt zoiets hebben dat ik daar zit, dan moeten ze dat maar tegen Dagelijks AD zeggen. Want ik heb liever dat Dagelijks AD zoiets heeft, dat ze niet om mij heen kunnen, dan dat ik zelf een rol instuur en dat niet zijn smaak is. Want als ze mij vragen, dan is het kennelijk de smaak van Milan. En dat is kennelijk, dat is goed natuurlijk, dat is een erg positief iets. Dus ik denk niet dat ik daar nog een gastrol voor ga doen. Ik heb liever dat als mensen, ik moedig dit trouwens niet aan wat ik nu ga zeggen. Als mensen zelf in de dagelijks dit toegang van, die persoon moet daar echt komen. En dus Milan heeft zelf zoiets van, oké, weet je wat, zonder dat ik een gastrol doe. Dan kan ik er moeilijk omheen, maar anders denk ik dat ik het gewoon laat, weet je. Als je ziet hoeveel mensen er geweigerd worden daar, ja, dan denk ik niet dat ik mijn tijd eraan ga doen. Dus dat is hoe dat zit met dagelijks AD. Voor een gamekanaal, geen idee. Echt geen idee wat ik daarvoor ga doen. Ik zie het allemaal nog wel, weet je. Ik heb het al druk genoeg nu. Ik heb gisteren is voor jullie dus dinsdag, nee, donderdag, what the fuck. Ik ben een beetje in de warme dagen, maar donderdag kreeg ik een brief van mijn opleiding. Dat ik een BAS advies heb gekregen. En BAS staat voor bindend afwijzend studieadvies. Dus dat betekent dat ik niet door mag met mijn opleiding, hoe leuk ik hem ook vond. Combinatie van dingen waardoor ik niet door kan. En dan moet ik eens een andere studie gaan doen. Ik ga een soortgelijke studie doen. Het is niet exact hetzelfde, maar het lijkt er wel op. Het is aan de Hogeschool van Rotterdam. Dus het is weer eens wat anders. Beetje jammer natuurlijk. Het is voor mij de derde keer in 4 jaar. Dat ik mijn jaar niet haal. En dat is best wel vervelend natuurlijk. Dat zullen mensen wel begrijpen. Dat hoef ik niet uit te leggen hoe vervelend het is. Om niet door te kunnen gaan met wat je aan het doen bent. Dus ik hoop dat mensen daar een beetje begrip voor hebben. Daarom heb ik ook zoiets van. Ik laat mensen dat een beetje weten. Want ik wil geen facecam doen. Althans, tenzij echt die bepaalde video nog steeds die eisen haalt. Weet je, dan sta ik er nog wel voor open. Maar anders zie ik het mezelf niet doen de komende tijd. Maar ik dacht, ik vertel mensen af en toe wel zo'n beetje van, hoe dingen zitten. Weet je wel. Hoe dat zit met YouTube, hoe dat zit met school. Dat mensen toch een beetje een soort verbinding hebben met je kanaal als het ware. Ik weet niet of mensen daar interesse in hebben. Maar het zorgt dat mensen wat meer je situatie kunnen begrijpen. Dat mensen zoiets hebben van hoe dit allemaal voor mij werkt en dergelijke. Dus hopelijk waarderen jullie dat en willen jullie dat. En anders dan hoor ik het wel. Maar in ieder geval even over wat jullie zien op je scherm natuurlijk. Ik verloor heel lullig bij Twente. Het was hun enige kans van de wedstrijd dat doelpunt. En het is ook nog een sweaty roll waar ik natuurlijk niet over klaag, maar het is toch jammer. Dat het geen zieke omhaal was ofzo. Maar ik had echt superveel pech, qua kans echt niks ging erin. En sowieso Michailov was echt onwijs goed aan het keepen. Zo jammer dat hij een goede wedstrijd speelde. En tegen Utrecht ging het wel wat beter. Het leek heel spannend, maar dat was het eigenlijk niet. Het was meer irritant dat zij 2 keer scoorden. Want voor de rest ging het gewoon echt supergoed. Vooral Senior Spleto had een echt heel goede wedstrijd. En daarna nog een wedstrijd tegen Roda JC. En ik had zoiets van, die wil ik gewoon winnen, weet je wel. Ik wil gewoon met een heel goed gevoel de winterstop ingaan met een ruime voorsprong. Zodat ik in de tweede seizoen zelf af en toe nog wel eens op punten kan verspelen. Maar goed, hier zo scoort met een corner met Lens. Een speler waarvan ik zeker niet verwacht met een corner scoren. Maar het was echt een prima kopbal van hem, omdat ik de voorzet mocht er natuurlijk zijn. Maar Roda had wel af en toe zijn kansen hier. Zo'n heel goede kopkans van Malky en vreemd voor zijn doel dat hij hem zo ver naast kopt. En ook daarna hadden ze nog zeker wat kansen, maar eerst kwam ik nog op zijn. Lens schoot echt met precisie in deze wedstrijd. Hier pikt hij zijn tweede doelpunt op met zijn tweede kans van de wedstrijd. Heel erg goed geschoten, aangenomen, gedraaid en toen in de hoek in het doel geschoten. En zo staat het 2-0. En daarna had Roden, zoals ik zei, nog wel wat kansen hier zo fladeren. Dus geeft de bal
door naar Nemeth, door naar Malkin. Die loopt door met twee verdedigers heen. En gelukkig redt Titon in de 1-op-1 situatie. Dan heb je hier nog Lens aan de bal. En Lens geeft hem door aan Muru. Muru door naar Yoshi. Ja, singles play toch, whatever you want. Narsing heeft dan hier de bal. En ik ga natuurlijk voor de sweaty goal met Lens. Zorg dat hij zijn hat-trick. Zo, dat ging even heel erg fout. Maar zodat Lens zijn hat-trick in deze wedstrijd kan pakken. Zo staat het 3-0. En dat is natuurlijk ook het eindresultaat. Natuurlijk lekkere clean sheet. Ik heb geloof ik nu 6 clean sheets in 12 wedstrijden. Dat is nog best wel lekker. Sinds dat squad report kan ik gewoon zeggen. Is Titon nog een punt omhoog gaan. Hij is nu al 4 punten omhoog dit seizoen. Hij is 7,5 miljoen waard. Wat toch best wel veel is voor een keeper. Maar deze aflevering komt tot zijn einde. Ik bedank jullie alvast voor het kijken. Laat een like achter als je genoot. Abonneer op mij als je dat nog niet gedaan hebt. Volg me ook op Twitter als je een potje wil. Als je vragen hebt. Updates of uploads. Dat soort zaken. En dan zie ik jullie morgen weer.